Goedemiddag, welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik ben Jennifer Dekkers. En wat ik nu even ga doen is de balkondeur open doen. Het is mooi weer. En tijdens dat mooie weer, wat ben ik aan het doen? Opruimen. Heel erg veel bezig met opruimen in mijn huis. Zo, die deur is open. Nou, de andere deur nog en dat is van mijn slaapkamer. Ik heb net even gedoucht. Nee, niet haren gewassen deze keer. Maar het is dinsdag. 7 mei als ik het goed heb. Moet ik zo eventjes kijken. Ja, 7 mei, dat weet ik nu wel zeker. Zo. Nou weet ik het niet meer zeker eigenlijk. Zo, maar... Oké, die is dicht. Mooi. Bedoel ik met dicht dat het... vliegenhoor dicht is. Eventjes kijken, want ik weet even niet meer precies wat de datum is hier zo. En ik was eventjes bezig met Sims 3, maar... 7 mei. Yes, ik heb het goed. Even kijken. Nou, dat vindt ze dat hij pas geleden nog gezegd. Nou, er wordt gevraagd over een film, wie er mee wil en zo. Maar, ja. Nou, wat ik ga doen is de kooi eventjes, de hangmatjes ga ik wassen. En ik wil een beetje opruimen hier in huis, her en der alles weg hebben. En ik hou de camera echt heel raar vast. Maar ja, ik ga deze rotzooi hier een beetje opruimen. En mijn drinken is een beetje bevroren. Dus dat is ook wel weer grappig. Kijk, mijn drinken is een beetje bevroren. Joehoe. Nou ja, bevroren. Nou, het valt nog wel mee zo te zien, maar... You get the point. het zou kunnen dat ik wel buikgriep had, maar ja, het was eigenlijk heel stom toeval dat ik na een ijsje eten ook wel... flinke buikpijn kreeg en moest overgeven en zo. Dus het zou kunnen dat de machine vies was of weet ik veel wat. Dus ja, poeh. Ik heb geen idee wat er nou echt precies aan de hand was. En ik ga me er ook niet meer mee bezighouden. Is niet nodig. En ik ga zo meteen mijn haar ook losmaken. Maar voor nu eventjes die ratten hangmatjes losmaken. Dat gaat wat worden, want ze vinden dat niet leuk. Ja, jammer dan meiden, maar het meurt. En ze hebben het een beetje warm, zie ik. Ja, jullie hebben het een beetje warm, hè. Maar zo warm is het in huis niet, hoor. Kijk, dit moet ik dan los zien te krijgen. Dat is alvast één. Nou, daar. Hey, Pepper. Ja, Pepper, die is ook wel komen kijken, maar die voelt zich de laatste paar dagen even wat minder goed. Even hier zo proberen los te krijgen. Dat wordt ook weer zo gedoe, Hannes. En dan zit Blossom daar. Wat gebeurt er nou? En dan moet ik deze hier los zien te krijgen. Zo. Nu merken ze wel dat er iets is. Nou, ik leg even de camera weg. En dan ga ik eventjes dit eventjes opruimen en in de wasmachine gooien. Goedemiddag. Ja. Middag, net middag, 10 minuten. Ik heb een pakketje ontvangen namens een vriendin van mij. En zij woont, als het goed is, in Purmerend of zo. Ik heb geen idee meer. Nou, die is net hier bezorgd. Ze wou het vorig jaar al verzenden naar mij, maar er kwamen steeds meer spulletjes bij. En ze heeft gevraagd of ik bepaalde dingetjes nog eventjes mee wil wachten voor in de vlog. Om te laten zien. Dus daar ga ik me ook aan houden. Kijken of dit lukt. Holy shit. Zo. Halleluja. Veel spullen. Oké, die bovenste dingen wou ze dat ik mee ging wachten. Dus dat is goed. Daar ga ik even mee wachten. Nee, het is geen snoep. Zo, die leg ik eventjes hier neer. Oké. Nou, ten eerste Fushigi Yugi, een manga boek. Daar zijn heel veel boeken van. Daar heeft ze, dit is volume 3. Dus, oh, dat is allemaal in het Engels, oké. Nou, dan zie je dit allemaal zo, al die dingetjes. Dan moet je gewoon zo lezen, weet je wel. Zoals je in alle stripboeken doet. Maar hier zo moet je eigenlijk aan deze kant beginnen. Andersom dus. In plaats van aan deze kant, want dit is dan weer het einde. Dus ja, dit is wel heel gaaf. Vind ik. Ik vind het heel gaaf.
4 en 3. En dit is deel 5. Fushigi Yugi. Hey, even kijken. Leuke boekjes lijken mij dat. 1, 2. En wat is deze dan? Zombie Lone One Peach Pit. Mij zegt dat niks, ik ken het niet. Maar het lijkt me wel heel leuk. Om te lezen of zo. Michiru. Ik heb een goudvis gehad vroeger, die had ik Michiru genoemd. Dus daarom moet ik lachen. Cool. Dit vind ik wel gaaf zo, om te hebben. Dit is Alice 19. Dat zegt mij, om heel eerlijk te zijn, ook eigenlijk helemaal niks. Oh, dat is een kleiner boekje, oké. Okay. Alice 19. Ik kan het beter de andere kant laten zien. Ik vind er een beetje lijk op Cardcaptor Sakura. Ja, lijkt ze een beetje op, vind ik. En dan hebben we hier zo'n Yu-Gi-Oh! Chaps. Die had ik vroeger ook. Ik was kwijtgeraakt doordat mijn moeder ze had weggegooid. Daar was ik niet zo heel blij mee. Dus, ja. Waarom had het zo moeilijk voor mij dit? Ga open. Kom op, kippenkracht. Yeehaw. En dan, als mensen die kennen, dit is echt typisch iets van vroeger. Yu-Gi-Oh! Chaps. Hé, deze had ik vroeger niet. Ik weet totaal niet wat je ermee kunt doen eigenlijk. Vroeger. Even zo. Kom op. Hij laat het niet echt goed zien. Dat is wel jammer. Zo ja. Ja, nu laat hij het beter zien. Zo ja. Millennium puzzle, weet ik het allemaal. En dan een heel groot boek. Inuyasha. Inuyasha. Hiervan heb ik de serie gezien. Dus dit lijkt me ook wel heel erg leuk om te lezen. Eigenlijk heb ik niet volledig gekeken naar die serie, maar... Oeps. Even kijken. Zo. Nog een deel van Inuyasha. Volgens mij is dit alles. 3-in-1. Oké. Okay. En dan nog meer boekjes van Alice 19. Ja, dit lijkt me wel heel gaaf, deze boekjes om te lezen. Ik moet alleen even een plekje zien te vinden waar ik ze neerzet hier zo. Want dat weet ik even zo uit mijn hoofd niet. Ik moet hier maar eens een keertje beter opruimen, want ik heb echt hier heel veel zooi liggen weer. Terwijl ik wel opruimen, maar goed. Oh ja, en hier zijn nog wat dingetjes die ik met haar ga unpacken. Dus dat wordt wel leuk. Nou, dat hoort zometeen boodschappen doen trouwens. En ik ga naar Kruidvat bij Oosport, dus to be continued. Maar dat duurt wel even voordat ik erheen ga, want ze hebben koopavond. Op bepaalde dagen. En vandaag is woensdag, dus... Ik had geprobeerd mijn werkleider te bellen trouwens, maar ja. Oeps. Hij neemt niet op of ik moet een andere werkleider bellen. Maar morgen is hemelvaartsdag, maar toch. Je zou verwachten dat ze opnemen of zo. Nou ja, dan ga ik gewoon die andere wel bellen. Zo, goedemorgen allemaal. Zo, oké. Okay. Ik ga eventjes wat dingetjes laten zien die ik heb gehaald bij Action. En ook nog bij Kruidvat. Daar wilde ik gisteren naartoe. En ben vergeten de camera mee te nemen, dus ja. Niet zo snugger. Maar goed, ik had getwijfeld bij Kruidvat tussen Dove. Lichaam gebeuren, of dat ook voor gezicht was, weet ik niet. Maar dit is ook voor gezicht gebeuren, geloof ik. Maar ook voor het lichaam. Maar ik gebruik die wel vaker. Maar ik dacht van, is Dove nou beter of niet? Maar hij was ietsje duurder. Dus dan doe ik het al automatisch niet. En deze had ik gehaald bij Kruidvat. Action, sorry. En ja, Jennifer is schriftjes gek. Dus weer 3 schriftjes erbij. Ik ben echt verzot op schriftjes. Don't ask me why. Ik weet niet waarom. Ik wil terug naar school, jongens. Ik wil terug naar school. Ja, eentje heb ik al opgegeten. Handig. En dat was die kinderbueno. Ja, dat vind ik lekker. Maar, nee, niet echt. Dat ik het nog niet laat zien wat dat was.
En dan, ja, sinds kort denk ik dat het er is. Want Action is vernieuwd, is verbouwd bij ons. Echt flink verbouwd. Het is een stuk groter, lijkt wel. Maar goed, mac and cheese. Wij kunnen mac and cheese gaan eten binnenkort. Denk iets voor de vlog of zo. Of ja, dat lijkt me leuk voor de vlog. En dan deze, bij Kruidvat. Deze wel bij Kruidvat. Zwitserl douche mousse. Ik vind het altijd heel erg lekker ruiken. En ik heb er twee. Dus dat is ook wel heel erg leuk. En het ruikt super lekker, vind ik, deze Zwitserl. Ik ga het nu niet gebruiken, maar ik ga het wel in de doucheruimte zetten. Had ik niet nog iets? Ik weet het even niet. Volgens mij niet meer. Ik dacht dat ik meer had. Oké, nou. En ik moet even kijken welk vlees ik eruit ga halen voor vandaag. Even kijken, dat kan ik vandaag wel eventjes opeten nog straks, in de middag of zo. Oh ja. Ja, paprika moet ik ook even opmaken. Ik moet gehakt halen. Jongens, ik ga gehakt halen vandaag. Ik ga gevulde paprika maken uit het recept van dit boekje. Dit boekje, dus op. Dat ga ik dus doen. En dan ja, moet ik eventjes kijken waar die precies is. En hij moet hier ergens zijn. Ik wil het even vanuit het boekje doen ofzo. Staat het niet bij de inhoudsopgave? Ovenschaal, ja, dat snap ik zelf ook wel. Hallo daar, hoi. Dat wordt even heel langdurig zoeken hierin. Gevulde pompoen? Nee. Spinazieschotel met feta, kaas en ei. Kan ik wel een keertje doen, dat lijkt me lekker. Kijk, ik zal het laten zien aan jullie. Spinazieschotel. Dat lijkt me heel erg lekker, dat wil ik wel een keertje proberen. Ik zet hem gewoon hier tussenin. Dit ding, kijk, weet je wel, dat touwtje. Dat lijkt me lekker, dat ga ik wel met z'n allen een keer proberen. Of met Jennifer, dat mogen jullie even beslissen, denk ik. Ja, het duurt wel heel erg lang voordat dit dan online is. Gevulde paprika met feta kaas. Dat ga ik doen. Ja. Ik heb hem gevonden. Gevulde paprika met feta kaas. Dus ik moet feta kaas halen. En even kijken. Ja, paprika heb ik al. Dat is rucola. Oké, rucola moet ik ook hebben dus. Tomaten stukjes. 4 tomaten stukjes. Oh mijn god. Ik wil geen olijven. Dat vind ik niet lekker. Dus dat doe ik er niet in. 1 eetlepel munt gedroogd. Munt. Oké. Ik ga Sanol vragen of die komt vandaag. Dan kunnen we dat gaan maken. Ja, dat ga ik gewoon doen. Als hij kan en als hij wil, weet ik het allemaal. Gaan we dat gewoon halen. Maar dan moet ik echt alleen die ingrediënten halen. Dat wordt wat. Dus, to be continued. Ja, dat wordt een leuk avontuur. Oh, Chanel heeft iets gekocht. En het is, en het is, en het is. Hoe moet dat? Ja. Oh, echt lekker. Chocolademoestaard of zo. Ja. Nou, we gaan het proberen. Bon appetit. Huh? Ja, jij wilt het proberen. Ik hou zelf niet zo van dit soort taartjes. Maar veel plezier ermee. En hoe smaakt die? Echt lekker. Nou, dat is bij die nieuwe patisserie die bij ons in de winkelstraat is, hier verderop. Zo 4 euro, maar dat maakt niet. Voor één zo'n dingetje. Ja. En zo'n grote taart kost 21 euro. Zo. Ze hadden er zin in. Nou, dit is dus wat ingrediënten wat we hebben gehaald samen. We moesten zelfs munt halen wat er op het recept staat. Dus ik ben benieuwd. Ik dacht, we moeten grote, hoe heet deze dingen nou? Het staat Red Intense, dus tomaten. Maar ze noemen van deze, dus ik heb iets van, ik vind het wel goed zo. Mm-hmm. En ze zeiden groene paprika, maar wij hebben gekleurde paprika, dus het maakt niet zoveel uit. Want groene hadden ze niet, hè? Nee, geloof ik niet, nee. Dus ja, dit wordt het dus. En de rest ligt in de koelkast, dus. Ja joh, ik denk dat je dadelijk heel erg veel dorst hebt. Geniet ervan. Ik ben ze zo aanraden. Veel plezier ermee. Zo. Dat was hard. Wat, wie deed dat nou weer? Weet ik niet. Nou ja. Oh.
Nou, zijn al de expert in waterkranen vervangen of zo. En tegelijkertijd zijn we live op TikTok. Hallo! Een hele makkelijke kraan dit. Onder de aardig zit had ik... Oh, wat zie je? En ondertussen zie ik ook zo hoe Sanol bezig is met de kraan hier. Ik laat het jullie gewoon even meekijken, dat is wel leuk. Even kijken. Even renoveren, even de keuken verbouwen. Succes. Nee, dat is niet. Nee hoor. Ja, oké, als ik zo die kraan bekijk, dan snap ik wel dat je een andere kraan op hebt inderdaad. Ja, we hebben rulletjes nodig. Zet het terug op dan, want dit gaat lekker zo. Dat maakt niet uit, dat is het water wat nadruppelt. Klopt. Nou, als het zo hoort, ik heb geen idee. Als je het water afgestoten had, dat je beter eerst op de kraan open kunnen laten staan voordat je die kraan ook brand afgestoten had. Ja, dat lijkt me. Ik heb hem losgedraaid, maar er kwam niks meer uit. Maar ik heb ook vaak rubbertjes nodig, hoor, Shannon. Zeg je? Ik heb ook vaak rubbertjes nodig. Ja, jij wel, ja. Ik ben al die al even heel handig gebruikt, bedoel, op de website. Nee, voor kranen. Kijk. Is... Hij past niet. Ja, maar daar hebben we wat anders voor. Hallo schat. Hallo lekker. Hey Cor, hoe gaat het ermee? Hey, ouwe geitenbreien van me. Geiten, zijn ze niet. Nou, dat wordt dadelijk de hele keuken een beetje droog maken, geloof ik. Hé, die zitten erbij. Ja, ik kan met jouw prachtige kader eigenlijk al niet. Hallo Cinnamon Roll. Hallo Cinnamon Roll. Dat is wel een goeie. Heeft ze nog wel eerst de hoofdkraan dichtgedraaid? Want het past niet. We moeten even kijken. Hier. Ik kom binnen in deze live en ik zie eerst gelijk een squirtende lekker dikke kraan. Ja, waar we rubbertjes voor nodig hebben, die hebben we ook nodig, hè? Ja, het enige probleem is nu, we hebben geen tussenbouten. Weken, 9 maanden geleden te laat. Ja, Jenna. Wie, wat, waar, hoe? Ik heb geen juistings, ik heb alleen sectomato's. Hey, smakelijk, nu gewoon naast mij. Ja, lekker gezond, dat is lekker. Zeker. Dankjewel. Jennifer, heb je nou weer gemolken? Nee, is dan al. Dat past niet. Heb je die kraan wel goed gekocht? Weet ik veel. Het is 5 jaar geleden, hè? Nee, want dat zit echt in de muur. Nee. Dus omdat je maar 5 jaar geleden hebt liggen, nu past de beest niet meer. Omdat het 5 jaar geleden is. Nee, hij, de ding is te breed. En als je die dingen eraf haalt, die andere grijze dingen? Nee. Er is... Dit is echt... Mijn bonuskaart. Wat een poppetje. Er zit toch geen schuurdraad in. Ja, dat is pech hebben. Dit is dik, hè? Nou. Posten. Nee, nou, wordt vervolgd, denk ik. Want jij kan het enige verhaal niet. Of het uiteindelijk gelukt is met de kraan. Nee, het is niet gelukt. Hij staat er heel dichtbij, hè? Oh ja, hij staat inderdaad heel dichtbij. Even terug, joh. Zo ja. Dat is beter. Dat is beter. Nou, het is niet gelukt met de kraan, want uiteindelijk moest er een schroefdraad in of zo. Iets waar ik geen verstand van heb. Maar Sanol heeft hem wel weer goed teruggezet hier, zoals je ziet. Daar ben ik ook wel blij om. En ja, het is gewoon even dikke vette pech hebben. Ja. Nou, eigenlijk gewoon pech. Dan heb ik ze voor niks hier 5 jaar laten staan of zo. Of weet ik veel wat er nog bij moet komen. Ik ga dat gewoon een keertje vragen aan de begeleiding. Of zij er iets meer van weten. Nou, nu loop ik even naar mijn slaapkamer. Want de vriendin die mij die boekjes heeft opgestuurd, zei dat... Even kijken, ik moet even kijken welke dat is. Deze, denk ik. Ja, deze. Dat is Alice 19. Of zo, Alice 19. Al die boekjes zijn volledig in het Nederlands. Dus dat is wel leuk. Ik kan Nederlands lezen met datte. En waarom staat deze er eigenlijk bij? Oké, het zal wel. En dan zie je dus hoe ik al die boekjes heb neergezet hier zo. Gewoon in deze kast. Dat niet echt heel zichtbaar is, maar dat maakt niet zoveel uit. Ik heb hier die andere boek gezet van Inuyasha bedoel ik. Niet Yu Yu Hakusho, dat is het niet. Hier heb je Fushigi Yugi. Dat heb ik nog nooit gelezen. Dus het zegt mij helemaal niks eigenlijk.
En deze zegt me eigenlijk ook helemaal niks, maar het blijkt heel goed boek te zijn of zo. Ik heb geen idee, een goede anime. Weet ik het. Ja, en hier kijk ik s'nachts naar als ik niet kan slapen. Dus ja, soms word ik daar rustig van en soms ook weer niet. En dan bel ik gewoon met vrienden eventjes. Dus ja. Nou, de vaatwasser staat aan. Sanol had nogal hard zijn hoofd gestoten hier tegenaan. Dus dat was ook niet echt handig. Dus ja. Maar ja, ik ben nu een beetje kwijt wat ik wilde zeggen en dan blijf ik stil. En dat moet ik ook niet doen. Ik moet eigenlijk doorpraten. Sorry, maar soms wil ik het eventjes niet meer. Dus ja, daar heb ik gewoon pech. Nou ja, je ziet hier ook iets roods bij mijn hoofd hier, dat zie ik nu. Ik heb mezelf gekrapt. Top. Maar ik ga weer eventjes naar het Songfestival kijken straks. Dat begint over een half uur of zo. Ongeveer. Joost Klein doet mee, dus ik ga kijken daarnaar. Dat wordt leuk. En ik ben benieuwd hoe die het doet op het Songfestival zelf. Zo, lamp aan. En ik ga de gordijnen dicht doen hier. Ik heb geen zin in potten kijken, dus ik hou er niet van als mensen kunnen meekijken naar binnen. Hé meiden, houden jullie ook niet van, hè? Nee, houden jullie ook niet van? Nee, hallo. Ja, hallo meisjes. Ja, hallo. Kijk, zij bijt niet. Ah, daar is Blossom. Ik moet even kijken wie dit is. Dat is Siske, geloof ik. Daarachter. Ja. Jullie mogen zo meteen even lekker ravotten, toch? Oh, schrik niet, joh. Gezondheid, Ruby. Hey, dames en heren, ik ben weer in Waaghals. Ik durf het aan gewoon. En welkom Aida. En welkom Yangdan. Lang niet gezien. Nou, wie gaat even kijken? Even kijken zo. Lekker ijsje. Mm. Dus jij hebt het vertellen. Bel 112. En ik heb het al zo warm, ga jij dat roepen? Nou. Dus je moet je mensen vertellen wat voor ijsje smaak je hebt. Wat was het ook weer wat ik heb gekozen? Ik ben het even kwijt. Dat is een goede vraag. Wat vind je lekker? Ik heb yoghurt en vanille gekozen. Oh, dat je twee keer dezelfde had, maar ze lijken op elkaar. Ja, ze lijken heel erg op elkaar. Nou, welke smaak heb jij? Vanille en mango, maar het wel eigenlijk citroen en mango, maar die is een morgenpas. Ah. En jij? Ik heb mokka en chocola. En de nieuwste smaak die ik hier heb gezien is limoncello met alcohol. Oh, dat heb ik helemaal niet gezien. De nieuwste smaak, ja. Dat is in de ijswinkel. Oh, nou welkom bij het ijsboefje, jongens en meisjes. Ijsboefje, ja? Ijsboefje. De smaak veranderd is. Wie is hier de boef? Wij. Wij. Nou, ik heb eventjes lekker gewandeld met Aida en Yangdo. Het was heel gezellig. We hebben even een paar foto's gemaakt. Die laat ik ook eventjes in beeld zien. Hartstikke leuk. Iemand anders had nog even foto's voor ons gemaakt. Want Yangdo wilde ook dat ik erbij kwam. En ook dat Aida erbij kwam. Nou ja, ook leuk toch? Dat is nooit erg. Ook hebben we net te horen gekregen dat Joost misschien niet mag meedoen met het Songfestival morgen. Nou ben ik benieuwd. Als hij niet mee mag doen morgen, dan ga ik ook gewoon niet kijken naar het Songfestival. Dan boeit het me eigenlijk niet wie er wint. Maar ja, een beetje gedoe is dat eigenlijk hè, bij dat. Ja, ik zou graag willen zien of hij had kunnen winnen wel of niet. Ik zeg altijd 50-50 kans bij elke deelnemer. Dus ja, dat is gewoon heel lastig bij zoiets. En ja, nu is het gewoon eventjes afwachten of die mee mag doen straks. Dat krijgen we elk moment te horen. Het is nu iets van 8:30. Dus ja, ik ben gewoon ontzettend nieuwsgierig. Ik ben even naar de muur aan het kijken die een beetje vies is geworden. Nou ja, kan gebeuren. Kan altijd nog met een doekje schoongemaakt worden. Maar ja. Nou, jullie hebben ook trouwens gezien dat ik weer een ijsje heb gegeten. Bij de vorige keer dat ik een ijsje had gegeten, ging het even helemaal fout. Ik had voedselvergiftiging daardoor opgelopen. En ja, dat is niet zo best geweest. 7 keer of 8 keer overgegeven, weet je, dat is echt vreselijk. Ik hoorde iets dicht gaan buiten. Okay. Maar goed, ja. Ik had dus weer een ijsje gegeten, deze keer zonder horentje. En het is goed gegaan. Ik heb geen buikpijn verder. Daar ben ik echt heel blij mee. Maar nu nog eventjes afwachten tot vannacht of morgen. Want voedselvergiftiging, yeah. Ik hoef tenminste niet meer extreem vaak naar de wc trouwens. Ik heb niet meer zoveel buikpijn, daar ben ik ook blij om. Ik heb begrepen dat morgen heel mooi weer wordt. En dan gaat het weer van boven naar beneden met het warme weer.
Dus in mij leggen alle vogeltjes een ei. Ik geloof niet dat, die vogeltjes echt eitjes hebben gelegd deze keer. Het is nog een beetje frisjes soms. Zouden die vogels dat ook voelen? Geen idee eigenlijk. Ja, ik moet denk ik opruimen hier. Maar het is niet zo heel erg veel bende hier. Ja. Trouwens, Salo had die kraan geprobeerd te maken. Ik zal laten zien. Hij had het geprobeerd. Okay. Maar ja, we hebben het nu gewoon nog zo gelaten. De oude kraan zit er weer op. Ja, klop, klop, wie is daar? Maar ja. Ik wou heel graag een mengkraan, maar Sanol zei dat moet een schroefdraad in dat ding daar ergens. Ik heb geen flauw idee hoe dat werkt, joh. Dan zou je denk ik dat hele ding eraf moeten halen tot aan boven of zo. En dan weet ik voor waar het naartoe gaat. Ik heb geen idee. Ja, daar ergens of zo, toch? Hoe dat allemaal zit, ik heb geen flauw idee, maar ja. Ik vraag er al 5 jaar om en niemand die echt mee wil helpen. De woningbouw wil ook niet echt meehelpen eraan. Die zegt van ja, het is in je huis, dus zoek het lekker uit, zeg maar. Dan moet iemand anders maar voor je doen. Maar ja, hoe? Ik zou niet weten hoe. En Sanol heeft wel gekeken, maar hij kwam er ook niet echt uit. Ach ja. Nou ja. En ook zo'nzelfde mengkraan had ik voor in de badkamer. Die ligt ook daar beneden. In dat ding. Dus ja, ik ben benieuwd. Nou, ik ga even kijken of Joost nog mee mag doen. Het kan elk moment gezegd worden. Dat ding loopt voor. Dus ik ga even kijken en dan zien jullie zo meteen mijn update. Zo, ja. Nou, moe, dus al de volgende dag. Ik zou eigenlijk laten weten wat er zou gebeuren eigenlijk met Joost. Maar ja. Hij mag niet meedoen, helaas. Dat is echt jammer. Dat is vandaag bekendgemaakt. Het is nu zaterdag 11 mei. Ook nog de trouwdag van Mama Goat eigenlijk. Maar dit vind ik wel sneu voor Joost zelf. Ik weet niet wat er gebeurd is. Niemand weet wat er is gebeurd. Maar ja, dit is wel heel erg jammer gewoon. En ook zo zonde. Ja, vanavond ga ik dus niet kijken. Ik wou eigenlijk voor Joost kijken, maar ja. Hij doet dus niet meer mee. Nou ja, ik wou eigenlijk naar Artis gaan. Ik zou daar nog naartoe kunnen gaan, maar ik voel me een beetje gesloopt. Maakt me denk ik ietsje te druk. Ik zou ze nog kunnen bellen en zeggen van ga je nog mee, want ik denk dat ik toch wel eventjes wil gaan. Niet te lang of zo. Maar dan hebben jullie ook wel eventjes iets leuks om te zien, denk ik. Dus ja, eventjes bekijken. Ik denk dat ik hem gewoon even ga bellen en het ga vragen. Dat lijkt me heel handig. En dan laat ik het jullie ook straks zien. Dus dat lijkt me wel een goed idee, toch? Eerst ga ik ook eventjes eten, wat dat betreft. Dus ik ga hem even bellen en dan laat ik het zo wel even weten. Nou, aangezien Sanol ook niet meer weg wilde, ga ik even iets anders proberen. En dat is dat ik deze ga pakken. Ja, ja, ik ga even iets geks doen. Dat leg ik eventjes in een schaal hier. Moet ik wel eventjes nat maken, zodat het goed erin blijft zitten. En dan ga ik tuinkruiden doen. Hoe noemen ze dit ook weer? Tuinkersen. Dan ga ik dat eventjes doen. Eerst de dingen van nat maken, dat werkt ook. Zo. Maar ja, want Sanol die stelde nog voor om naar Museumplein te gaan. Maar aangezien er ook mensen aan het protesteren zijn op de Dam, ben ik bang dat ze daar ook naartoe gaan. En daar ben ik dan liever niet te vinden. Zo. Ik laat even aan jullie zien. De batterij is bijna leeg, dus ik moet opschieten. Dus ik doe het eventjes zo. En misschien dat het bij het licht moet. Ik heb eventjes geen idee meer hoe dat zit met deze dingen. Maar ik kan wel daar zo zetten. Ja, ik doe gewoon wat meer erbij, geloof ik. Oké, ik moet gewoon op tijd zijn met de batterijen. Nou, ik doe denk ik nog een beetje erbij. Normaal gesproken mislukt het iedere keer als ik het probeer of zo. Op een of andere manier. Misschien omdat ik te vaak water wil geven. Maar zouden dit te veel tuinkersen zijn als jullie hier zo naar kijken? Valt er gewoon mee. En ik ga vanavond ook weer eventjes lekker koken. Maar ik weet nog niet zo heel goed wat. Zo. Ik zet hem eventjes ergens anders neer. Oh, ik heb hier eentje. Oh, nog een paar aan mijn vingers zitten. Zo. En dan zet ik hem hier neer. Jullie moeten even opzij. Zo. En een beetje opletten dat ik met deze handdoeken er niet tegenaan kom. Dit is niet meer goed.
ben het helemaal vergeten weg te zetten gisteren. Dus dat was niet zo heel erg handig idee. Ik denk dat ik deze zometeen ga opladen. Wat ik ook nog ga maken een keertje, dat heb ik ook beloofd aan jullie allemaal. En dat ga ik dan een kookvlog van maken. Dus dan zou het ook weer kunnen dat die vlog eerder komt. En dan, we zien het wel. Even een statief gebruiken zo. En even kijken, waar is die? Dat is gevulde paprika, die heb ik al gemaakt gisteren of eergisteren. Dat weet ik niet eens meer. Wat is deze? Bloemkool, broccoli schotel wil ik ook een keertje doen. Ik kan wel even het fotootje laten zien. Ja, daar heb je echt heel veel voor nodig. Het ziet er ook heel erg lekker uit. Ingrediënten, ja, die moeten we zelf halen. Dat lijkt me heel handig. Bloemkool, broccoli, roomboter, 3 eetlepels roomboter, 3 eetlepels bloem. Dat moet ik onthouden, bloem halen. Amandeldrink. Dat zegt mij niks. Nootmuskaat heb ik, peper heb ik, zout en geraspte kaas. Maar ik lust geen oude kaas. Er staat hier ook geraspte oude kaas. 30 plus. Ik doe jonge kaas als je het niet erg vindt. Ik lust geen oude kaas. Maar ik ga een keertje spinazieschotel met kaas en ei maken. Dat lijkt me heel erg lekker. En ik zal ook even aan jullie voorlezen wat er dan bij nodig is. En wie weet kan je het dan zelf maken. Leuk toch altijd? 2 eieren. 1 gele ui. 2 teentjes knoflook. Hé, er moet andijvie bij. Hé, dat was niet de afspraak. Nou, 200 gram andijvie. 400 gram spinazie. Maar er staat er niet bij of het nou verse spinazie moet zijn of zo. Of van die blokjes spinazie. 1 blokje groentebouillon. Oké, okay, nou ja, dat zal heus wel hier bij bereiding voorgezet worden waarvoor. 65 milliliter slagroom. Oeh, dat wordt moeilijk. Een snuf peper. Snufje, snufje, snufje. 1 vierde theelepel zout. Oké, okay, ik ga echt een keertje gewone zout halen, want Keltisch zeezout is niet zo handig. Oregano gedroogd. Dat wordt zoeken. Oregano. Oké, okay, ja, dan moet dat even kijken. 530 gram witte bonen. Ik hou niet van bonen! Maar ja, het zal toch een keertje moeten. En dan weer geraspte kaas 30 plus. Sorry, ik doe wel mijn eigen ding wat dat betreft. Nou, kook de eieren 7 minuten. En laat schrikken in koud water. Maak de ui en knoflook schoon. Hak fijn en fruit met olijfolie in een hapjespan. Bak de andijvie, spinazie en het bouillonblokje circa 3 minuten mee. Nou, laten we zeggen dat dit dus verse spinazie is. Dus niet uit zo'n pak uit de vriezer. Dus oké. Okay. Even kijken, waar ben ik nu? Thuis, voor de camera. Ik denk dat je nu al getril hoort. Mijn bovenbuurman is bezig met de wasmachine aanzetten. Die staat aan. Of hij staat... Dat hoor je heel goed. Even kijken. Schenk de slagroom erbij en breng op smaak met de kruiden. Oké. Okay. Breng aan de kook en laat nog 5 minuten pruttelen op laag vuur. Bedek de bodem van een ovenschaal met een laag spinaziemengsel. Bedek met een laag witte bonen en schep er een laag spinaziemengsel bovenop. Pel de eieren, halveer en verdeel over de ovenschotel. Bestrooi met geraspte kaas en bak 10 minuten in de oven. Nou, dit moet wel lukken en Sanol die kan me daarbij heel goed helpen. Dus dat ga ik een keertje maken voor jullie. En dat wordt dan voor de vlog. Voor de kookvlog. Oh. Hey. Ik heb hier nog 1 zaadje gevonden. Ik ga terug. Zo. Ik ga binnenkort ook weer eventjes live op TikTok. En dan ga ik aan jullie vragen, aan de kijkers daar vragen. Wat zouden jullie willen zien in mijn weekvlog, zeg maar. Ik ga niet naar de stad toe voorlopig. Omdat ze daar bezig zijn met protesteren. En het is een beetje eng. Ik zoek die drukte op dat punt niet op. Ik weet nog, de demonstraties kunnen uit de hand lopen daar. Het is niet leuk en niet chill om daar dan te zijn. En ik denk ook niet dat jullie dat zo graag willen zien. En dan heb ik hier ook nog vergeet me nietjes. Zaaien is minder moeilijk dan oogsten. Ja, dat zie ik. Week tegen eenzaamheid. Nou, dat is wel van een paar jaar geleden, deze dingen. Maar ja. Vanaf juni tot en met september buiten op de plaats van bestemming. De grond vochtig houden. Oké. Okay. Hmm.
bloeitijd in het volgend voorjaar. Nou ja, oké. Ik ben benieuwd. Dit ga ik ook een keertje doen. Het kan nu nog niet. Het is nu mei. Dus eventjes wachten tot juni. En dan gaan we deze eventjes planten. Yay! Kom op, ga even scherp worden, joh. Hij wil niet scherp worden. Kijk dit dan. Zo. Ik kan er niks aan doen dat hij niet scherp wordt. Help. Word nou eens scherp. Ja, nou is hij scherp. Zo, hè? Het heeft even geduurd, hoor. Nou, dat ga ik dan in juni doen. Vergeet me niet, forget me not. Mio sotis des Alpes. Oké. Next. Nou, goedemorgen iedereen. Ik ga eigenlijk de vlog gelijk weer afsluiten. Was ik gisteren vergeten en gisteren heb ik ook geen ene drol uitgevoerd eigenlijk. Ik wou naar Artis gaan, maar als je weinig te besteden hebt, dan heb ik iets van, laat maar. Dan maar niet. Dus dan gewoon een andere keer gaan. Maar voor nu doe ik eventjes de vlog afsluiten en wachten tot ik opgehaald word van mijn werk. Het is nu al 8:15, dus ik ben benieuwd. Dus ik ga jullie vragen om op mij te gaan abonneren en een blauw duimpje omhoog vind ik leuk. Zou ik heel erg lief vinden. En dan zie ik jullie weer bij een volgende weekvlog. Dus voor deze keer weer, rollator!